Beste kijkeraars, ik heb mijn twee Duitse vrienden bereid gevonden om met mij een uitzending te maken. Waarin we het gaan hebben over van alles en nog wat. We zien wel waar het woord ons leidt. De leidraad van ons is dat wij de Bijbel zien als het woord van God. En die komt ongetwijfeld een keer aan de orde, of niet, dat maakt ook niet uit, want we lezen hem alle drie. Hartelijk welkom Jurk en Michael. Dank je. Ik zal maar goedenavond eerst zeggen. Kan Michael nog nadenken over wat hij wil gaan zeggen. Ja, het is alweer een tijdje geleden dat wij nog eens een keer een uitzending gedaan hebben. Ik zou graag eens een keer eventjes in het begin daarop terugkomen dat wij onlangs ja die drie video's gedaan hebben in de analyse van de video van Ella Ster, ja. Waar dat zij geïnterviewd werd, of waar dat zij Kevin Annette over interviewde, ja. Hoe dan ook, vice versa. En waar het ging over die kindmisbruik, over de rol van het Nederlandse Koningshuis daarin, over de zaak Dutroux, over de Zandvoort-affaire en over nog zo andere dingen allemaal. Vreselijk interessant. Wat ik persoonlijk daarover een keer kwijt wil, mm-hmm. is eigenlijk, ik heb vroeger, als wij video's gedaan hebben, heb ik nooit, als ik ze opgeladen heb op mijn YouTube-kanaal, heb ik mijn abonnementen nooit een e-mail laten sturen, dus een verwittiging laten sturen van dat ik een nieuw video opgeladen heb. Mm-hmm. Omdat ik dacht, ja, ik heb toch geen toeschouwers in het Nederlandstalige gebied. Ja. En de afgelopen paar keren heb ik dat nu wel gedaan, sinds dat jij... zoals Michael ook juist gezegd heeft, terug onder de kleine mensen hoort. Daar kunnen we het dan direct over hebben wat dat betekent. En wij een beetje meer gaan doen, doe ik dat dus wel. En ineens zie ik dat die video's zelfs meer dan 200, 300 kliks soms krijgen. Geweldig. En dat vind ik schitterend. Dat vind ik schitterend. Vooral natuurlijk ook omwille van dat ik probeer door die infokaarten en de eindbericht ook jouw kanaal aan te promoten. Mm-hmm. En ik hoop dat ook jij hier en daar eens een keer wat toeschouwers krijgt. Want de laatste tijd vind ik dat je zeer interessante video's maakt met zeer interessante onderwerpen. Goed gefundeerd, goed uitgepraat en vooral klaar verstaanbaar ten opzichte van vroeger. Mm-hmm. Dus daarvoor nog een keer eens een proficiat van mij. En voordat ik nu terug een Jurk-monoloog word, geef ik het woord graag een keer aan Michael. Ja. Hartelijk welkom, Michael. Ja. Ja, bedankt Perry en bedankt Jurk. En ik denk dat ook dat ik heb die speciale video gekeken en nog geluisterd naar die 666 video met die kolenstof wat je gedaan hebt. Dat is zo uitstekend goed. Dank je. Dat ik dat ook gepresenteerd heeft op mijn New BitChute channel. Mm-hmm. Dus ik heb geschreven dat het op Nederlands is, maar ik dacht 30 of 40 kijkers in de eerste twee dagen en ik was heel benieuwd. Zo. Ja, dus ja, dat zijn, ik denk dat die thema 666 heel actueel is. Actueel sinds 2000 jaren, maar ik denk, ja, wij komen heel snel tot die ending van dit wereld. En ja, daar heb je een goede video voor je gemaakt. Ja. En ik ben altijd blij als ik iets kan leren en lernen. Mm-hmm. En dus hartelijk bedankt daarvoor. Ja, laat me daar eens eventjes bij zeggen. Michael vernoemt die video nu, waar Perry da deze schitterende uiteenzetting gedaan heeft over het getal 666 uit Revelatie 13 of Openbaring 13. Mm-hmm. En de verband daarmee met de chemische elementen, met de scheikundige elementen in deze wereld. Ja. En misschien kan Perry daar direct eens een keer over gaan klappen, want ik heb dat video zelf niet gezien, maar ik heb het drie keer in een auto beluisterd. Als ik ergens naartoe aan het rijden was. En ik vond dat eerlijk gezegd met afstand de beste video die je ooit gemaakt hebt. Tenminste audiomatig, want ik heb de video zelf nooit niet gezien. Nee. Dus als Michael daar nu zo lofprijzend over spreekt en ik daar zo lofprijzend over spreek, dan zijn er misschien mensen op jouw kanaal die het nog altijd niet gezien hebben, die het nog altijd niet begrepen hebben. Dus Perry, waarom praat je nu niet eens een keer een beetje daarover, over wat het er toen ging. Ja, een beetje uitgebreid. En we kunnen daar misschien samen over spreken. Dat is toch een interessant onderwerp voor vandaag misschien. Ja, ik vind het hartstikke leuk. Ik hou heel veel van scheikunde. Dat vind ik een leuk vak. Vond ik een leuk vak. En waar het om gaat is dat de wereld om ons heen, de materie, die is opgebouwd uit zogenaamd ondeelbare dingen. Atomen, dat is Grieks. A betekent niet en tomeren betekent delen.
individu is dat Latijnse variant ervan. En die atomen... Mag ik even onderbreken? Kom maar, ja. Maar ze zeggen toch dat je een atoom kunt splitsen, dus kunt delen? Ja, dat kan dan nu. Hoe hoort dat dan bijeen? Ja, nu kan het wel. Dat hebben ze dan met... Maar dat gaat ook niet zomaar. In de scheikunde kan het in elk geval niet. Maar in de natuurkunde dan gebruiken ze een cyclotron, zoals daar in CERN, daar in Zwitserland. Hè? Mm-hmm. En dan doen ze heel hard die dingen op elkaar knallen met ongelooflijk veel energie. Kost heel veel koolstofdioxide, wat die jongens daar doen in CERN. En dan kan je inderdaad gaan splitsen. Maar in die dagen was dat zo dat dat niet zo was. Vandaar het woord atoom. Het was in principe ondeelbaar. Ik vraag ook maar omwille van dat zij ons in deze wereld, vooral in de mainstream, ja zo ongelooflijk veel leukers vertellen. Ja. En daar zijn ja ook heel veel films uit, heel veel video's uit op YouTube en ook documenten en waarschijnlijk ook boeken waar je kunt lezen, die ook gaan over de zogenoemde atomare bom. Dat het allemaal in feite een uitvinding is die helemaal niet klopt. Ik neem maar bijvoorbeeld, alleen maar om even een voorbeeld te noemen, Eric John Phelps, die ja waarschijnlijk toch iedereen kent, alleen jij, Perry en Michael kennen Eric John Phelps. Ja. Ik ben geen grote fan van Eric John Phelps, maar Eric John Phelps beweert dat die atomare bom die in Hiroshima toen, op Hiroshima toen gedropt werd door het vliegtuig Enola Gay, dat die bom die Enola Gay gedropt heeft alleen een, ik denk magnesiumbom was voor de flits. En dat de atomare ontploffing, als er überhaupt een atomare ontploffing was, op de grond plaatsgevonden heeft. Ja. Ja. Dat zegt hij. En dat we een heel speciale constellatie ook moeten hebben van de zon en de aarde om überhaupt zo een explosie tot stand te gaan brengen. En ze vertellen ons dan, als zoiets gebeurt, dan is dat gebied voor decennia, als niet eeuwenlang of zelfs millennia lang, gecontamineerd. Ja. En je kunt daar niet leven, maar vandaag is Hiroshima een welbewoonde stad. En Nagasaki ook. Ja. Dus ik wil maar zeggen, wij leren zoveel dingen in ons systeem. Leren we eigenlijk dingen? Ja, we worden geïndoctrineerd met zoveel dingen die zij willen dat wij dat leren, laat maar zeggen. Ja. Maar wat is daarvan daadwerkelijk waar? En nu kom je al met dat atoom op te proppen van ja, dat is een niet deelbaar deel. Dus interessant dat onderwerp is een keer wat nader te belichten misschien. Hè? Dus, ja, dat kan ik ook bevestigen. Kom maar. Dan mag ik? Ja, mag ik? Ja. Dat kan ik ook bevestigen, want ik heb daar een beetje gekeken naar Hiroshima bijvoorbeeld. En Hiroshima heeft 255.000 mensenbevolking in 1945, dus het jaar waar die atoombom ontploft is. Ja, ja. En dus in 2017, dus heel actueel, hebben het 1,2 miljoen mensen. En zes keer zoveel bijna. Ja, zes keer zoveel. Ja. En die Halbwertzeit van Uranium 235, dus als het de helft is van de straling, is 703 miljoen jaren. Dus dat laat me dan vermoeden, als ik daar eventjes mag tussenkomen, dat laat me dan vermoeden dat al deze zogenoemde leer wat deze atomare contaminatie aangaat, gebaseerd is op jaartallen die we allemaal kennen uit de evolutietheorie. Ja, en we weten ten eerste dat die evolutietheorie alleen maar een theorie is. Ten tweede dat het een geloofsdogma is. En ik ben momenteel een artikel aan het lezen over wat Darwin niet wist. En daar staat het heel duidelijk in, zelfs van mensen die de schepping afwijzen. Dat ze wel zeggen van, maar wij geloven, dus evolutieleraars geloven. Ze maken daar dus een eigen religie van. Ja? Dan vraag ik mij af, wat is daar nu werkelijk waarheid van? Want ook in Tsjernobyl blijken al terug beesten rond te lopen en mensen te wonen. En dat is nog maar gebeurd 1900 slag met dood. 86 of zo? Ja. In elk geval, ik geloof wel dat kerncentrales werken. En wat daar gebeurt is dat uranium, dat instabiele spul van uranium, dat valt uit elkaar. Dus dan is het niet langer uranium, maar dan krijg je daarvan, ik dacht, plutonium of zo. En daar komt een hele hoop energie bij vrij. En met die energie gaan ze water laten koken en maken ze turbines mee aansturen en dan krijg je stroom uiteindelijk.
Dus het atoom kan wel degelijk gesplitst worden en je kan dan doorfantaseren dat je daar een bom van zou kunnen maken. En dat geef ik Eric John Phelps cadeau, dat het al te makkelijk is geweest voor die mensen om dan te verzinnen dat ze die bom hebben. Dat iedereen er heel erg bang voor wordt. Terwijl het eigenlijk gewoon een conventionele bom was die ze daar op de grond hebben laten ploffen bij een Hiroshima. Vooral als je daarover nadenkt, ja, dat zogenoemde Manhattan Project, ja, ja, heeft de atomare bom ontwikkeld over jaren in de woestijn van Nevada. Mm-hmm. Okay? Ze hebben daar verschillende aanlopen voor nodig gehad. Mm-hmm. Vandaag de dag beweren mensen, ja, maar dat is een samensweringstheorie, dat kunde niet, dan zouden je duizenden van mensen moeten hebben die erover gaan zwijgen, dan moet er iemand geweten hebben. En de Amerikanen pronken daar vandaag de dag nog mee, ja, dat Project Manhattan, dat er niemand iets van wist, ja, dat ze dat geheim gehouden hebben tot op het einde. En ze zijn daar dus na jaren eindelijk in geslaagd om die atomare bom te kunnen produceren, ja, ja, en tot ontploffing te kunnen gaan brengen. Mm-hmm. En dan nog geen half jaar later zijn ze zo ver verder dat ze dat spul uit een vliegtuig kunnen gooien, ja, en op een bepaalde hoogte, en dat moet min of meer meter, op de meter precies gebeuren, mm-hmm, laten ontploffen mm-hmm, met de gevolgen van dien die ze ons wijs maken. Ja, ja. Maar als je dan beelden bekijkt van Hiroshima in de tijd, kom je gewoon op het vermoeden dat er daar gewoon een brandbom ontploft is. Ja. Dus iets helemaal anders. Ja, ja. Zij maken ons zoveel wijs. Klopt. En we worden er maar niet wijzer van. Nee, dat dan. Anyway, ik gebruik het woord ondeelbaar, want dat betekent het woord atoom letterlijk. Dat is de, mm-hmm, dus, Grieks is dat. Individu is hetzelfde woord. En dat dividere betekent delen. En individu is ondeelbaar. Dus atoom en individu is hetzelfde. En het spul wat wij zien, de materie, dat bestaat dus uit atomen in de scheikunde gezien. En die atomen hebben allemaal een nummer. En dat nummer wordt bepaald door 3 getallen. Dus het is een getal met 3 cijfers, zeg maar, 3 digits. En het eerste is het aantal protonen, het tweede is het aantal neutronen en het derde is het aantal elektronen. Dus heb je dus 3 getallen om een atoom te benoemen. En voor iets als neon is het 222. Neon is dat, of helium, dat is een van de eerste heliumgas, dat hele lichte gas, dat is een edelgas. Dat is 222, dat is 2 protonen, 2 neutronen, 2 elektronen. En zo kom je dan voor een 3, naar 4, naar 5, naar 6. En bij 6 is het 666. En dat atoom, dat is koolstof. En koolstof is de bouwstof van al het levende wat wij kennen. Daarom mag ons ook niet verbazen dat de duivel ons de leer van de globale verwarming wil verkopen. Mm-hmm. Met als reden dat we de globale verwarming hebben, omwille van dat dat ligt aan de CO2, ja, koolstofdioxide. Ja. Ja. Want de mens is dus het probleem. Ja. Met andere woorden, wij zouden in feite een belasting moeten betalen op ademen. Ja, klopt. En we doen dat ook met al die milieubelastingen. Mm-hmm. En het wordt nog erger. En het is weer eens in een keer een bewijs dat de duivel de mensheid haat en dood wil. Ja, in mijn verstaan tenminste. Ja, ja. Hoe denken jullie daarover? Michael, mag als eerst. Ja, ik denk als je de Bijbel leest, dan zie je dat de duivel is de vader van de valsheid, van de leugen. En dus denk ik dat helemaal veel op deze wereld is omgedraaid. 180 graden omgedraaid. Bijvoorbeeld denk ik dat het een heel grote leugen van de duivel is te spreken van antimaterie. Ja? Mm-hmm. Weet je, die zaagt die Albert Einstein nodig heeft voor zijn relatieve theorie, ja, ja, relativiteitstheorie, daar heeft hij nodig die zwarte gaten, het zwarte loch, mm-hmm, ja, black hole, die zijn nodig. En ik denk dat antimaterie, wat ze officieel op zoek zijn in die kern, in Zwitserland, Suisse, ja, ja. Ik denk dat het een hoax is. Zij zijn op zoek naar heel andere dingen, maar niet op deze dingen. En dus heb je voor die
voor die CERN heb jij een statue geplaatst van de Indische godheid Shiva. Aha, en dat is die precies. Ja, ja. Vernichtung auf Deutsch, ja. Ja, ja, Destruction, huh? God of Destruction and Reborn and bla bla bla. En dus dat zijn heel, heel vreemde dingen. En ze zijn op zoek naar de, godpartikel. Huh? Ja. De dingen wat alles, waar alles met samen is. En alles in één. En natuurlijk is dat op die materiële basis, op die materiële ebene, is dat koolstof. Ja, zonder koolstof heb jij, is geen leven op geen aarde en op geen andere planeet. Dus de aarde is geen planeet, ik weet het niet. Heel treffend, in het periodiek systeem der elementen, dat is georganiseerd in kolommen. En de elementen die samen in een kolom zitten, dat zijn zeg maar families. En koolstof is dan het eerste atoom van een familie. En het tweede atoom van dezelfde familie, dat is silicium. Die kan je in je broekzak steken. Silicium Valley, hè? Silicon Valley. Silicium is toch gewoon zand, of niet? Ja, siliciumoxide is zand of glas. Glas is ook siliciumoxide. Ja, als het verhit was, hè? Maar als het oxide is, moest daar toch zuurstof in zitten? Of ja, siliciumoxide, dat is zand of steen. En glas dus ook. Ja, en daar is mens van gemaakt, hè? Want God maakte de mens uit het stof van de aarde. Ja, ja. In elk geval, maar het silicium zit dus niet echt in mensen. Maar het is wel momenteel met Silicon Valley en de computertechnologie en de taal die daarmee aan verbonden is. Want silicium is een heel belangrijk element in een chip. Dat vond ik altijd wel. En die chip hebben ze nodig voor de kunstmatige intelligentie. Hè? Die het helemaal niet geeft. Trouwens, er is niet kunstmatige intelligentie. Dat bestaat niet, dat is waar. Dat zijn gewoon heel veel gevoederde computers, waar heel veel informatie in staat, maar dat is dode informatie. Ja, vandaag heb ik weer schoongemaakt, edel werk gedaan. En dan is daar ook een robotstofzuiger, een heel handig dingetje, van Duitse makelij trouwens. En het ziet eruit als een rond dingetje, en het lijkt een UFO, en staat gewoon op de grond. En dan druk je op een knopje en dan moet je de ruimte verlaten. En dan gaat dat ding zoet. En dan kom je 3 kwartier later terug. En dan is dat halletje helemaal schoon. Ja, dat is zover als kunstmatige intelligentie kan komen. En ik als programmeur, ik kan ook zien hoe die jongens dat, of meisjes dat geprogrammeerd hebben. Ik kan al bij me zo'n plaatje zien. Oh ja, zo zitten ze dat. Want dat ding gaat een beetje tasten waar de muren zitten en maakt een schatting van hoe de ruimte eruit zit. En hij kan zelfs om kleine muurtjes heen manoeuvreren. Je moet het natuurlijk niet ingewikkeld maken, want dan snapt hij het niet meer. Maar in een eenvoudige ruimte en je moet alles van de grond halen. En dan maakt hij het inderdaad schoon. Maar dat is dan wat ik zie aan artificiële intelligentie op een zinvolle manier. En wat is er dan nog meer? Dat is gelijk deze automatische grasmaaiers, hè? Ja, hetzelfde idee, ja. Maar je kan niet een machine maken die even het toilet gaat schoonmaken en ook constateert dat het bleekmiddel op is en dan even naar buiten loopt om bleekmiddel te halen. Oh, die machine voor het toilet proper te maken, die zou ik graag een keer willen. Ja, die ook dan, ja. Maar dat gaat dus niet. Dat kan je ook geen hond, dan kan je geen dier van. Er is echt niet eens een dier die dat kan. Een aap kan je dat niet leren. Het toiletten schoonmaken, dat zal altijd moeten gebeuren door mensen. Helaas, pindakaas, vooral voor de aristocratie natuurlijk, die graag van ons af zouden willen. Maar wij moeten iedere keer toch het kasteel binnen om minimaal de toiletten schoon te maken, want dat willen ze zelf niet doen. Iedereen heeft wel eens pech in het leven, ook de aristocratie. Ja. Maar goed, ik heb het in feite samengevat. Dus dat element koolstof, wat voor ons het constituerende element is voor ons lichaam ook, maar ook voor planten en voor dieren, alle andere voor dieren, voor planten en voor mensen. En dat getal daarvan, dat atoomgetal, dat is 666. En als je nou de mens ziet als alleen maar een materieel wezen, wat niet spiritueel begiftigd is, zo, geen spiritueel besef heeft, dan is het alleen maar een beest. Dus dan zou je kunnen zeggen,
666 is het getal van een beest eens een mens. Zo staat het in de Statenvertaling. En in de King James staat the number of beast is the number of man of zo. Hè? Het staat in de Statenvertaling, is het Openbaring 13, vers 18. Hier is de wijsheid. Mm-hmm. Die het verstand heeft, rekenen het getal van het beest. Want het is een getal eens mensen. Ja. En zijn getal is 666. Ja, klopt. Dat is de laatste vers in Openbaring 13. Heel interessant. Ja, ja, ja. En kapitel dat, trouwens. Ja. En dat brengt je dan toch weer terug bij de wonderbaarlijkheid van de Bijbel. Want dit kan je niet wegdoen als was toeval. Nee, dat is geen toeval. Dat is te toevallig. En dingen, ja, je hebt in je video denk ik die vraag gesteld, hoe hebben ze 2000 jaar geleden bij het schrijven van de Bijbel al kunnen weten dat het getal 666 voor koolstof staat, waar ze nog toen deze tabel nog helemaal niet hadden of zoiets in die richting hebben gezegd. Ja, ja, ja. Dat is een raadsel. Het is een raadsel tenzij je aanneemt dat het bij de Bijbel gaat om een boek dat, noem het maar zo even, het woord is van God. Dat is, zeg maar, geïnspireerd geschreven. Het is niet een mens die dat verzonnen heeft, zoals al die auteurs een roman verzinnen. Maar het zijn mensen die hebben zich laten inspireren door het goddelijke. En dat is eruit gekomen. En dan krijg je... Men kan dat denk ik de mensen best duidelijk maken hoe dat gaat. Als de mens in dat opzicht, als het gaat over de Bijbel te schrijven, is niks anders als een printer. Een printer krijgt van de software een opdracht dat te schrijven. Die schrijft zelfs niks. Ja. Maar het is de software die erachter staat. Ja. De software achter de mens die de Bijbel geschreven heeft, is de Heilige Geest. Wat? Die God die mensen gegeven heeft en gezegd heeft van, jij schrijft dit zo neer. Ja. En Michael, ik hoorde jou even komen. Michael. Ja. Ja, dus die Bijbel weet dat met die 666 voor de number of the beast is... Nee, de Bijbel is niet gebaseerd op de wetenschap van de mensen, maar op die alwetende God. Uh-huh. Dus wist hij dat die taal 666 op zoveel manieren kan geworden interpreteerd. Bijvoorbeeld met die Pontifex Maximus, Vicar of Christ. Uh-huh. Ja, en zoiets. En die de naam van de stad Saturn. Stuur, S-T-U-U-U-R, en zo. Dus, maar ik vind het ook heel vreemd, daar is een manier om de leeftijd te calculeren van iets. Mm-hmm. Op die zogenoemde evolutietheorie. Mm-hmm. En dit methode is de C14 carbon methode. Ja, klopt. Ja. En ik vond het heel vreemd of heel grappig, heel grappig dat die methode juist is in de wetenschap accepteerd is, dat die maximum of 5713 jaar kan proeven. Ja? Mm-hmm. Dus 5730 jaar. Mm-hmm. Het is ungefähr, als je naar de creatie van God aan de Bijbel gaat, de leeftijd van die aarde. Ja. Ja, voor de rest zijn deze bestemmingen van carbon 14 dating, wat ze er allemaal hebben, daar hebben ze ja ook mee, dat gebruiken ze ja ook om fossielen de leeftijd mee te bestemmen, bij wijze van spreken fossiele dinosaurussen, om maar een keer iets te zeggen. Mm-hmm. Van die is 65 miljoen jaar of 120 miljoen jaar of weet ik veel wat. Daar zijn video's van creationisten en andere mensen op YouTube, onder andere, die je kunt gaan bekijken, die deze methode van de leeftijd bepalen van dergelijke dingen op deze methode totaal tegenspreken, waar onder andere bijvoorbeeld een schildpad is een keer bestemd werd, de leeftijd daarvan. Mm-hmm. En die moest dus een paar miljoen jaar oud zijn, maar die was wel kwik levendig. Ja. Ja. En nog zo van die dingen. Dus
ik kan die voorbeelden nu niet allemaal ophalen, maar onder andere ook Kent Hovind spreekt in zijn creatieseminaries daarover. En die heeft Michael nu juist op zijn BitChute-kanaal allemaal omhoog geladen. Alle 7 delen van, ik denk, minstens 2 uur lang. En daar zijn nog heel veel andere video's van Kent Hovind van vroeger, die ook heel interessant zijn. Zijn Q&A's en zo. En ook zijn discussies die hij in universiteiten met atheïsten gehouden heeft. Ook zeer interessant om eens een keer te gaan bekijken. Maar als je 2 gezien hebt, heb je ze allemaal gezien. Dus dat is allemaal een herhaling natuurlijk. Maar er komen ook heel veel van deze dingen aan bod. En dat is zeer, zeer interessant. En vandaar, ik zeg het, dat video wat jij gemaakt hebt daarvan, 666. Ik vond dat vreselijk boeiend. Enorm interessant. En ik zelf, ik versta niks van scheikunde. Of van fysica. Maar op die manier hoe jij dat uitgelegd hebt in die video, heb zelfs ik het begrepen. Dat is een compliment, man. Goed zo, dankjewel. Ja. Ja, en de video staat nog steeds op YouTube. Ik zal maar even een linkje onder deze uitzending maken, direct naar die uitzending. Ja, dat dacht ik al dat je dat doet. Dat is een heel goed idee, ja. En ik heb inderdaad weinig kijkeraars op per uitzending, maar als ik dan kijk in het verleden, er kijken toch wel ongeveer 20, 30 mensen per 24 uur naar mijn kanaal, hoor. Alleen zitten ze dan veel nog te kijken in hele oude uitzendingen. Dus ja, maar ik denk dat op die toekomst daar is geen toekomst voor YouTube-kanalen voor zoiets. En denk ik dat je misschien jou ook in de bepaalde toekomst zou wissen toe. BitChute of Archive, we hebben ook een nieuwe kanaal of een nieuwe platform, een nieuwe website gevonden in Duits. En dus denk ik voor die nieuwe law of YouTube, denk ik dat daar heel veel nieuwe websites gaan ontstaan waar je dingen kunt opladen. Ja, uploaden. Bedoel je dat vrijdraai, wat ik gezien heb? Ja. Vrijdraai.de of zo, hè? Of vrijdraai.de. Ja, ja. Vrijdraai.de of zoiets, ja, dat bedoelt hem. Ja. Zag er mooi uit. Ik heb eventjes erop ik heb ook niet ingelogd of whatever, maar ik heb alleen even gekeken naar het interface. Het zag er heel verzorgd uit. Erg mooi. Ja, we zijn allemaal op zoek naar alternatieven tegenover YouTube. Ik heb deze namiddag willen omhoogladen met God en de fascisten. Ja? Dus met God en de fascisten. Deel 5 wilde ik omhoogladen. Ja, ja. Omdat ik die eerste 4 delen. Boeklezing, hè? Een boeklezing, ja. Ja, een boeklezing. Hè? Geen content van jou, maar een boeklezing. Dat denk ik, dat is ook belangrijk te zeggen. Hè? Ja, oké. Okay, dat is dus een boek van Karl-Heinz Deschner. En ik heb de eerste 4 delen daarvan al opgeladen, waar ik de introductie gedaan heb en dan de bespreking gedaan heb van de genocide of de holocaust in Jasenovac in de vrije staat Kroatië gedurende de tijd van 1941 tot 1945. En nu wilde ik deel 5 omhoog laden, dat is dan het begin van het boek, kapitel 1. Daar gaat het over fascisme en de opkomst van Mussolini en de verbinding met de Vaticaan. En ik heb in dat video een kleine 20 minuten films gebruikt die ik van YouTube zelf gehaald heb. Oude films in zwart-wit over Mussolini, over de kroning van Paus Pius den 11. En zo dergelijke dingen. Een stuk of 6 films of zoiets. En die heb ik dan tijdens mijn lezing afgespeeld, omdat ik denk, ja kijk, ik ben hier altijd maar interessante dingen aan het lezen, maar je vindt soms moeilijk op het internet nog beelden van die mensen over die je spreekt. Dus laten we gewoon die film eens niet aflopen. Hebben die mensen ook iets te kijken in de tussentijd als ik aan het lezen ben? Ja. En ik wilde die op mijn YouTube-kanaal omhoog laden, waar ik ook Heersers van het Kwaad omhoog laad en onze Bijbelstudie. En die film was nog niet gepubliceerd, want ik wilde die openbaar maken morgen, donderdag den 25 juli om 9 uur 's morgens. Maar hij was gedaan met te verwerken. En ik kreeg in mijn videomanager het bericht dat mijn video wereldwijd geblokkeerd staat. Oh. Ik zeg, wat? Het is nog niet eens gepubliceerd. Ik heb hier een melding, wereldwijd geblokkeerd. Waarom dat? Er zijn blijkbaar 3 bedrijven die op basis van muziek en films die daarin gestaan zijn, alhoewel dat allemaal films zijn, dat moet ik daarbij zeggen, die films die ik tot één samengevoegd heb, die heb ik allemaal van YouTube gehaald. Ja? Dat zijn allemaal films die je op YouTube krijgt. En als je die aanklikt, kun je ook nog allemaal bekijken. Maar omwille van dat die copyright daar dus
dat ik die niet gerespecteerd heb, zo gezegd, omdat ik die dingen gebruik, hebben ze mijn film, mijn video wereldwijd geblokkeerd. Ja, ik heb dezelfde video een paar dagen geleden opgeladen op BitChute, op mijn Duitse kanaal in BitChute. Ik heb op BitChute twee kanalen, één Duits, één Engels. Mm-hmm. En daar wordt dat nog altijd vertoond, daar is dat helemaal geen probleem. En ik denk, zoals Michael gezegd heeft, dat wij in de toekomst wel daarnaartoe gaan, heel veel van YouTube in de toekomst weg te gaan, mm-hmm. omwille van dat vrije meningsuiting op YouTube alleen maar kan, als je mening mainstream is. Ja, en van zodra... Ja, sorry. En van zo... Ja, geen probleem. En dan spreek ik ook verder. Van zodra dat je mening dus niet met de mainstream overeenkomt, of zoals George Orwell gezegd heeft, in een rijk van, het, van de leugen is de waarheid vertellen een revolutionaire act. Mm-hmm. Daar zijn we ondertussen op YouTube meer en meer mee bezig. Want ik heb boeklezingen gedaan van Behind the Dictators in Duits, hinter den Diktatoren. Een boek dat in Duits zelfs niet bestaat, dat Victor compleet privaat vertaald heeft, waar ik geen aanstootgevende beelden vertoond heb. Waar dat we dat boek lezen en de dingen die gebeurd zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog meten aan de Bijbel. En daar hebben ze ondertussen al vier video's van compleet geblokkeerd. Hè? Ja, ja. Nou, van te zeggen van dat doen we aan haatspraak. Dat is... Nou, alleen, bekijk die video's, daar is niks van waar. Die vind je allemaal op BitChute en die geblokkeerde vind je ook op archive.org, daar is niks van waar. Dus ja, ja. We worden er meer en meer achtervolgd, zeg maar. Ne? Ja, misschien ja, is dat zo ondertussen, ja. Misschien is dat zo ondertussen een gewaarwording van Openbaring 13, dat niemand meer mag kopen of verkopen dan die het merkteken heeft of de naam van het beest of het getal van zijn naam en dat is 666 en daar komt dat wat Perry gezegd heeft in en dat moet je dan nu nog eens zeggen want jij kunt dat veel beter verwoorden als ik dat je zegt als een beest geen moraal heeft of als een mens geen moraal heeft dan is hem gereduceerd tot ja maar doe jij maar die spark jij kunt dat beter verwoorden als ik dus dat wilde ik je even de gelegenheid geven. Het gaat even als volgt. Kijk, materie kan uit zichzelf niet denken. Dat kan niet. Helemaal niet. Het kan alleen maar denken doordat het aangestuurd wordt door iets wat het denken in zich heeft. Daarom staat er ook in Genesis 1 vers 1. In de beginne schiep God hemel en aarde. Dus er was een God nodig om ervoor te zorgen dat die materie tot denken, tot het woord komt. Nou... Als dan de materie, en dan heb ik het in dit geval over de menselijke constitutie van materie, als die dan tot spreken, tot handelen komt, dan doet hij dat ofwel met gedachtenis aan zijn schepper, en dan is hij dus spiritueel levend, dan is hij dankbaar voor het leven, voor het woord wat hij gekregen heeft van de schepper. Dan is het een kind van God, dan zal hij dat ook van zichzelf zeggen. Of hij is het niet. En dan is het slechts een wandelende zak moleculen. En wat ben je dan meer dan een verschrikkelijk beest? Want die mensen hebben wel hechting en ze willen geld en ze willen seks en ze willen... Noem het maar op. En dan zijn ze van God los en dan zijn ze verworden tot een beest. En dragen ze dat getal van dat koolstofelement en... Ja. Zo zie ik dat. Zo interpreteer ik dat Openbaring 13 vers... Wat zijn dat? 9? Eigenlijk 13:18, ja. Mm-hmm. 13:18. Want dat een mens zich kan gedragen als een beest, dat is waar. Dat is bewezen. Dat droevige verhaal, dat was een van jouw films, Jurk, die jij omhoog geladen hebt. Die ik niet kon uitzien. Dat was te erg, dat ging over Kroatië. En ik wist er al... Over Jasinovac. Ja, ik kon het niet meer trekken. Dat. Terwijl ik toch een... Ik heb het tot nu toe zelfs maar voor de eerste 18 minuten gezien. Ik heb het nog altijd niet uitgekeken. Oké, ja precies. Het werd jou ook te zwaar op de maag, ja. Ja, ja, absoluut, ja. Maar dat is de mens als beest dan. Dat is heel verschrikkelijk. Daarom dient de mens ook geloven. Daarom dient de mens in ieder geval een moreel systeem te hebben. En minimaal dien je dan originaal boeddhist te zijn. Zoals die boeddhistische monniken die vermoord werden door de paus. Die woonden in Zuid-Vietnam. Dat waren dus geen kloosterlopers of zo. Dat waren zelfstandig levende naar de weg van Boeddha. En minimaal dat. En liever nog een stapje verder, dat je Babylon onder ogen ziet.
En dat je je omgordent met de wapenen van God of zo, hè? En dat je de strijd aangaat. Dat is mijn gedachte. Ja, ik vond dat heel belangrijk dat Jörg verteld heeft dat hij ook alweer een video recensiert wordt op zijn YouTube-channel. En je moet je voorstellen dat deze boek, wat die basis is van deze boeklezing, deze boek met Gott und den Faschisten, mhm. Ja, die kan je vrij kopen op Amazon. Dat heb ik nachgekeken. Mhm. En die kostet 14 Euro. Mhm. Dus waar is die Sinn darin, als je dat op YouTube niet vertellen mag, dann ist in meine Logik die Konsequenz, dass in der Zukunft auch das Buchlesen von diesen Buche verboten wird. Ja, ja, da sehen wir dann in die Zukunft von die kennte Film Fahrenheit 451. Ja, ja, ja. 451, ja. Ja, en je moet je kijken, je kan het internet censuren, je kan ook het YouTube-kanaal censuren, mhm. Maar op die laatste consequent moet je de boeken verbranden. Ja. Want iedereen of vele mensen hebben een Bibel thuis. Mhm. Ja. En op de laatste consequent is de Bibel hate speech. Want daar schrijft God in zijn eigen woord, mm-hmm. Ja, hate speech, ja. Het is zelfs zo dat iemand uit Libanon of Syrië, die deed een asielaanvraag om naar Engeland te mogen, niet zo lang geleden. En er werd hem gevraagd naar zijn geloofsovertuiging, hij zei christelijk. Toen kreeg hij als antwoord van nee, we willen dat soort extremisten niet in Engeland. En er werd er werd gerefereerd, ja, ja. Onder andere in het boek Openbaring. Van de mensen die in het boek Openbaring met een alles lalalala, nee, die komen hier niet in. Ja, die heb je ook in Londen heb je een islamse burgemeester. Hè? Ja. Is, ja, en dat is een fijne vent, ja. Ja, en dat is... En dat is de trick van de duivel. Mm-hmm. Ja, die macht alles verkeerd erom. Ja, alles verkeerd erom. Ja, die heilig zijn, ja, die zijn gevaarlijk, die zijn fundamentalisten, Christofascisten, mm-hmm. En terroristen. Ja. Of zoiets. Ja, moet je een label hebben. Ja, dann iedereen die das betwijfelt, die kann ich allein mal anraden, mein engelstalig Video zu kijken von Hour of the Truth, war es geht über die Georgetown Universität. Ich weiß nicht, ob da jullie das Video kennen. Anders, ich muss das eben ein keer sehen, dass ich das hier open kann, ja. Tun. Das dürt eben einen Moment. Ja. Ich bin 2 Jahre schwanger gelopen mit dem Gedacht, ein Video zu machen über over Georgetown Universität. Ich will das altijd graag een keer mit Brett und mit Tom Fress zusammen gaan doen. Maar die Menschen, vor allem Tom Fress, hebben dus echt geen Zeit. En ik heb het gevonden, ik geef je hier al eens een keer de link in Skype, dan kunnen jullie dat al eens een keer eventjes gaan bekijken hier. Mm-hmm. Dat moet je eens een keer gaan zien. Daar is namelijk een, daar zijn filmpjes bij. En in deze filmpjes is er eentje mee bij, waar in Georgetown Universiteit een militair zegt dat fundamentale christenen uitgeroeid moeten worden. Hoppakee, ja. En dat is in mijn video daarin. Ja, maar dit bepaalde video wat jij nu vertelt, dit heb ik ook gekopieerd op BitChute. Oké, dat wist ik nu niet. Ik heb niet alles gekeken wat jij... Ja, maar deze vond ik zo belangrijk. Bijvoorbeeld voor die Amerikaanse kijkers. Ja? Ik denk dat heel veel mensen kennen die Georgetown University. Voor deze bekende namen, ne? die daar zijn, Obama en dit en dat. Maar ik denk dat die niet weten wat de Jezuïten zijn, of niet weten in welke relatie die Verenigde Staten heeft met de Vaticaan. Ne? En dus vond ik deze video heel belangrijk. Ja.
Zeer waar. Dat is ook een, ik heb al een paar uitzendingen, die heb ik nog niet gepubliceerd, maar gewijd aan de rol van de katholieke kerk in Amerika. Zo'n bijzonder verhaal. Hoe dat allemaal, het is ooit begonnen als een protestante natie, hè? Maar dat heeft niet lang geduurd. Als Jörg daar nu mee aanvangt, dan hoort die niet op. Also, dat is een speciale thema van Jörg met Carol en dus. Ja, maar dat is Rulers of Evil. Ja, Rulers of Evil, ja precies. Ja. Dat is een van zijn favoriete dingen, ja. Ik zwijg al. Ja. Nee, ik vond het een hartstikke gezellig, fijn gesprek tot nu toe. Zijn er nog dingen die jij wil aanroeren, Michael? Zijn we? Is die stond al rond? Ja, volgens mij wel, hoor. Voor mij zitten we toch tegen een uur aan, hoor. Dat schat ik zo, hoor. Ik denk dat wij 8:15 begonnen zijn. Het is nou 8:15. Bijna. De opname op Skype loopt nog maar 46 minuten, dus... Dan ben ik te haastig. Als ik dan ook nog even mag als gastheer van deze uitzending dan... die mooie opmerking in het Nieuwe Testament. Gij zult niemand op deze aarde je vader noemen. Mm-hmm. Ik vind en dat ook, zo ook gauw. Ook niet meester. Ook geen meester. Wat jij noemt is Matthäus 23, 9. Ja. En op die vers 8 een keer voor... is dat Jezus vertelt dat jij geen mensen meester... noemt, want Jezus Christus is de enige meester die je hebt. Ja. En dus is een heel, heel, heel interessante onderwerp. Niet voor vader, pater, papa. ik weet wenn jij bedoelt. Maar ook voor de meester. En iedere keer als je met de auto in de werkstatt... geen idee wat het nu in Nederlands heeft, werkstatt. Garage bent, ja, daar heb je een meester die de meeste kennis heeft, ne? Het een meester. En als je bijvoorbeeld karate maakt of zo, daar is één meester. En dan heb je een zwarte gürtel heeft, een black belt, ja, dat is een meester. Dus heb je heel veel meesters, bijvoorbeeld natuurlijk een Freemason, ja, voor die Freimetselaars heb je ook meester. Ja. Maar die woord meester is gereserveerd voor Jezus Christus. En ook die titel koning is gereserveerd. De koning of de koningin is gereserveerd voor Jezus Christus. Dus in mij, voor mij vind ik dat iedere mens die zichzelf noemt koning, ja, is ook een beetje blasfemie. En iedere mens die zich vader roept of roepen laat, ik weet dat jij die paus meent, ja, is blasfemie op de hoogste ebene, hè? Op de hoogste level. Ja, ja. Hoogste niveau. Ja. Maar iedere kent, of heel veel mensen kennen die 23 nemen, geen mensen op aarde jouw vader, want één is jouw vader, die vader in de hemel, ja. Maar niet zoveel mensen kennen de vers 8, dat je ook niemand meester gaat noemen. Ja? En dus is heel, heel duidelijk in die gewone anti-christliche wereld hier. Ja, ja. Heb je heel veel masters, heel veel meester. En ik ben ook meester van Reiki bijvoorbeeld. Daar heb ik 20 jaar geleden een meester en leraar gemaakt en zo. Dus iedere jonge mens, der is op zoek. En als daar een meester is, dan kijk je daar op en dan denk je, oh ja, die weet dat. Ja, die heeft, die is clever en als je dan ook in de wetenschap bent van de mensen, in de gnosis, ja, dan denk je ook, oh ja, oké, één level verder, level verder en dat gaat en jij gaat hoger en hoger, maar jij bent in de tunnel, ja, want je ziet niet links, op de linkerkant, je ziet niet op de rechterkant, je kijkt naar boven
en denkt, ja, ja, als ik daar ben, ja, dan ben ik uiteindelijk happy, maar daar ben je niet. Ja? Dat kan je niet zijn in deze wereld. Als je een heel, heel christelijke mens bent, kan je niet gelukkig werden op deze wereld. Ja, dat klopt. Ja, dat vinden van materieel geluk, dat zei ook heel mooi. Dat als je dat dan, als je iets een bepaald niveau hebt bereikt, dan wil je vervolgens naar het volgende niveau. Je wil altijd meer, je wil altijd verder. Het is een oneindige tredmolen waarin je zit. Je hebt die bevrediging van het behalen van een resultaat en dan wil je door. Ja. Erg naar. Maar ik denk dat is een trick van de duivel. Weet je waarom? Nou, weet je waarom? Dat is mijn mening, in my humble opinion. Want jij bent bezig, ja? De duivel houdt u bezig met dingen, ja? Met streven naar materiële dingen en een mooie vrouw en mooie vakantie en nieuwe auto en bla 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 bla. Die houdt je bezig. Want ik denk dat de twee dingen zijn heel belangrijk in deze materiële wereld. Op de eerste keer is het uw gezondheid. Want je kan niet goed denken als jouw lichaam. Lichaam is niet oké, niet in orde. Ja? En op de tweede kant is het jouw tijd. En daar zou ik in de toekomst een video voor maken. Ja? De trick van de duivel is dat hij probeert jij te bezig te houden met niet belangrijke dingen. Ja? Ja. Want jouw tijd, ja, is zo waardevol. Ja? En op de end van jouw leven, dan kijk je en dan zie je wat heb je gedaan met jouw leven. Ja, je hebt voetbal gekeken, je hebt bonus gekeken, je hebt auto gereden, je hebt deze, je hebt dat, je hebt deze, je hebt gedronken, je hebt was op parties, ja. Mm-hmm. Maar je hebt 70 of 80 jaren op deze wereld, ja. En waarom zou iemand jou vragen, als je dan sterft, ja, waarom? Mm-hmm. Heb je geen tijd gevonden, de Bibel te lezen? Mm-hmm. Ik vind dat een heel, heel belangrijk onderwerp. En dus zou ik daar graag een video over maken, dat tijd zo belangrijk is. En de trick van de duivel is, dat je bezig hield, ja. Dat je geen tijd meer heeft, dat je zo moet arbeiten en zo veel bureaucratie en zo. Ja, ja. Dat je geen tijd heeft de Bibel te lezen en luisteren naar bepaalde video's en zo. En ik denk, dat is een trick. En je hebt zo veel bureaucratie om die mensen bezig te houden. Dat is mijn. Daarom kunde je dat sprichwort gebruiken, alle of die wijsheid gebruiken. Entertainment of vermak is het duivels substitute, dus de duivelse vervanging voor vreugde. Ja. En vreugde heb je als je het woord van God leest, als je het woord van God verstaat, en als je het woord van God leeft, en als je je vernedert en beseft dat jij niks verder zijt als een zondenaar die heel gelukkig mag zijn dat hij het vrije geschenk van eeuwig leven dat God u schenkt door de vergiffenis van uw zonden aan te mogen nemen. Ja. Deze vreugde die je dan voelt, die vreugde vooral bij het studeren van Gods woord, van de waarheid. Jezus Christus heeft gezegd, ik ben de waarheid. Ja. Hij is het woord, gelijk dat jij gezegd hebt, Johannes 1. Hè? Mm-hmm. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En Jezus is het woord. Ja? Als je deze vreugde voelt, dat is wat de duivel probeert met alle mogelijke soort, zoals we zeggen, entertainment, ja? Dus afleiding, van u weg te halen. Ja. Hij geeft u dat in de plaats van deze vreugde, want hij wil niet dat je deze vreugde überhaupt eerst leert kennen. Ja, dan ga je op YouTube en dan klik je op een video wat je interessant vindt, dan kom je een uurtje later kom je op een kattenvideo. Hè?
Denk je, waar ben ik nu tegen gekomen? Ja, wie kan dat? Ja, want je krijgt zoveel video's, ja, en dus nog en dat nog, dat moet je weten, en dat is belangrijk, en dat is interessant, en dat is topseller, en dus, en het is alles in die einde niet belangrijk. Belangrijk is dat jij de waarheid kent, ja, maar zij proberen om jou van de waarheid weg te draaien. Ja, dan komt het boeddhisme, dan komt de piramiden van Gizeh, dan komt de Champions League en dan komt een nieuw internet, dan komt een nieuw kanaal, dan komt deze en daar moet je hier bezig, dat moet je updaten, dat moet je updaten. Je hebt geen tijd. Ja, en daar is een Duitse, wat is dat, Sprichwort, wat is dat? Ja, Sprichwort. Ich denke, ich sage das in Deutsch, weil das ist ein bisschen poetisch in Deutsch, also in Englisch. Das ist von der Wiege bis zur Bahre, Formulare. Ja, ja. Von der Wiege tot het eind, ja, heb je Formulare, ja. Oder Formen. Ja, ja. Ja. Sie houden u bezig. Ja. Ja. Totaal. Iedereen heeft geen tijd, ja. En dat is een oxymoron, ja. Iedere mens zegt tegen jullie, ja, oh, sorry, ja, het kan niet, want ik heb geen tijd, ja. Dus je hebt de hele 24 uren, ja, zoals jou, ja, zoals jullie. Ja, iedere mens heeft 24 uren, ja, zegt een mens naar mij, ja, ik heb geen tijd. Ja, ik heb ook 24 uren. Das Problem ist, die Menschen haben keine Zeit. Zeit können sie nicht besitzen. Zeit können sie nie haben. Aber sie können Zeit in ihr Leben bestätigen an Dinge, die belangreich sind oder die unbelangreich sind. Und das ist eine Frage von, was will ihr die Zeit an bestätigen? Es ist nicht, dass ihr Zeit habt, aber was kann ihr mit der Zeit tun, die euch gegeben ist? Ja, das ist eine Frage. Wie füllt ihr das in? Das ist eine interessante Frage. Ein Nederlands Sprichwort ist, es geht nicht um Zeit, es geht um Priorität. Ja, dat was wat ik zou zeggen. Ja, ik was zeggen dat het de prioriteit is. Ja, de prioriteit is wat je voor jou persoonlijk van waarde is. Ja, en voor mij is dat de Heer te dienen en veel te weten van de ware woord van God. Ja. En dus is als iemand mij vraagt, Michael. Wat is jouw grootste wens? Dan is het heel, heel moeilijk. Maar in die eind zeg ik de grootste wens, als ik sterf, ja, is ik weet dat ik niet zo'n goede mens ben als vele mensen die in de Bijbel staan. Ja, op een martyrer of zoiets. Ja. Maar ik zou zo graag één keer Jezus Christus willen zien. Ja, ik denk dat is mijn grootste wens. Aha. Ja. Maar ik zou het anders verwoorden. Ik zou zeggen van, we streven als christenen ernaar om te zijn als Christus. Ja, klopt. En dat is min of meer ons hele leven bepalend. Ja, en wat ik naar streef in deze wereld is dat ik zoveel mensen als mogelijk op de weg kan brengen. Op de weg kan brengen. Ja. Ja, dat is, ik denk dat zijn de twee belangrijkste wensen die ik jetzt nu heb. Want alle materiële dingen, die zijn bijvoorbeeld voor mijn dochter. Ja. Daar is een Duitse spreekwoord, dat heet das letzte Hemd hat keine Taschen. Ja, dat is ook Nederlands, ja. Het laatste hemd heeft geen zakken, ja. Ja, ja, ja. Dat voel ik nu ook heel sterk. Ik heb nog wel dingen waar ik aan gehecht ben, dat ik ze nodig heb. En dat is het. Ja, ik denk dat is ook heel stom. We hebben aangevangen met de 666, met de kolenstof, met het begin van het leven. Mm-hmm. En nu eindigen we met de dood en de zien en de wens Jezus Christus te zien. Ja, zoals geschreven staat, het leven van de mens hier op aarde is een oorlog die eindigt met de dood. Ja, maar dan komt de heropstanding. Ja. Waar heb je die uitspraak vandaan, Jörg? Weet ik eerlijk gezegd niet. Die heb ik op mijn Skype geschreven zelfs, als mijn bericht op mijn Skype in Duits.
Ik heb geen flauw idee of dat in de Bijbel staat of zo, of dat ik dat ergens opgepikt heb. Ik weet het niet. Of je hebt het zelf verzonnen, dat kan natuurlijk ook. Nee, het is niet van mij. Oh, okay. Nee, daar ga ik mij niet mee bekleden met die eer. Nee, oh, nee. Nee. Dat is niet van mij. Maar ik heb onlangs nog een heel interessant citaat gevonden. Het kan zijn dat het in de Bijbel staat, dan moet ik eens een keer nakijken. Ik moet eens een keer zien dat in het citaat wat ik hier gevonden heb, is een keer zien of dat ik dat rap vind. Want dat heb ik hier juist bij die tekst bijgevoegd. Dat is iets dat heb ik zelf min of meer uitgevonden. Dat is, wie de moraal van God inwisselt tegen de moraal van de mens, is zonder moraal. Wat, nog een keer? Wie de moraal? Oh. Wie de moraal van God inwisselt tegen de moraal van de mens, is zonder moraal. Ja. Want er is maar één moraal namelijk. Daar valt niet over te discussiëren. Dus die is van God. Ja. Ja. Waarheid, daarover kunnen we discussiëren. Met waarheid was een koe. Ja. Zo zijn we dus van het getal van het beest weer teruggekomen naar waar het om gaat. Dat is namelijk de moraal. De moraal is alles. De moraal is het leven. De moraal is het verstand en... Is het woord, is de langmoedigheid, is de vergevingsgezindheid? Ja, de moraal is die kennis dat er een God is. Hè? Ja, en de moraal is voor de Romeins-Katholieke Kerk zo belangrijk dat ze verschillende belangrijke mensen hebben die zij dokters noemen. Mm-hmm. Ja, dokters in de theologie, dokters van de Romeins-Katholieke Kerk, zoals Alfonso Liguori, zoals Suarez, zoals Boezenbaum, die hele grote werken, zoals in het geval van Liguori, meer dan 5000 bladzijden geschreven heeft over de moraaltheologie van de Romeins-Katholieke Kerk. Mm-hmm. En dus neem eens een keer wat Liguori geschreven heeft, neem eens een keer wat Suarez geschreven heeft, neem eens een keer wat Boezenbaum geschreven heeft, en daar zijn nog getallen van anderen, die ik nu allemaal ga opnoemen. Mm-hmm. En dan hou dat eens een keer tegen de moraal van de Bijbel. En God geeft ons zijn moraal mee, ene keer duidelijk geschreven met zijn eigen vinger in platen van steen. Mm-hmm. In het boek Exodus, in het tweede boek van de Bijbel. Ja. Genesis 2, kapitel 20. En hij schrijft 10 wetten op. 4 wetten die daarover handelen hoe dat de mens moet omgaan met zijn God. Mm-hmm. En 6 wetten hoe dat de mens met de mens moet omgaan. Ja. Denk je nu serieus, Perry, en daarmee komen we terug naar het thema 666, dat het een toeval is dat 6 wetten de omgang met de mensen bepalen, dat de 6 voor de mens staat, zoals in Openbaring 13, 18 ook, en dat dus 6 van de 10 wetten gaan over de omgang met mensen. Ja, en de mens ik werd persoonlijk geschapen. Denk niet. Ja, en de mens werd geschapen op de 6e dag. Ja, daar heb je al de tweede 6. En wat is de derde dan? Even kijken hoor, je hebt dus werd geschapen op de 6e dag. Jij zegt net 6 wetten van Mozes gaan over de mens. Dan heb je er 2. Ja. En dan mag jij de derde verklappen. Ik zal het niet weten. Nee. Ik kom daar nu niet op, maar er zal zeker nog een derde 6 zijn ook. Ah, ja. En dat heeft allemaal met mensen te doen. De schepping van de mens, de wetten van de mens met de mens om te gaan. Mm-hmm. En wat de derde is, weet ik niet. Misschien vinden we dat tot volgende uitzending een keer uit. En anders gaan we daar eens een keer naar zoeken. Dat is nog een keer een interessante opdracht. Ja, dan hebben we ook weer eens wat te doen voor een mooie winteravond. Winteravond met 40 graden buiten. Ja, ja. Of zoiets. Nee, dus vanavond niet. Vanavond is het te warm. Nee, maar ik heb nog altijd meer dan 30 graden hier in mijn slaapkamer, dus. Ik zit hier ook met... Allee, nu zijn we dus ongeveer bij het uur bereikt en ik vind dat was een leuke afsluiting met die 6 terugkomende, naar die 666. Ik heb mijn 6 keer gedaan en dan wil natuurlijk Michael misschien ook nog zijn afscheid doen. En jij gaat natuurlijk de afsluiting doen, hè Perry? Ja, ik in elk geval vond het heel leuk hoe dat wij bijeengekomen zijn vandaag. Zonder plan, zonder iets om op te schrijven, gewoon vrij spreken over die dingen die ons bewegen. En wat ons als bijbelgelovige christen het meest beweegt, is het woord van God. Is de Bijbel
En daarom vinden wij ook dat iedereen moet proberen de Bijbel te studeren. Lees je Bijbel en het liefst een correcte Bijbel, geen corrupte Bijbel. En als je een correcte Bijbel wilt hebben, dan gaat het in het Engels naar de 1611 King James of je gaat in het Nederlands naar de wonderbare Nederlandse vertaling uit 1638, de Statenvertaling. Nederlands is niet mijn moedertaal, maar dat Nederlands dat in die Bijbel geschreven is, is gewoon schoon en brengt me elke keer tot tranen als ik het lees. Alleen al om die manier hoe het geschreven is. Ik dank jullie twee en geef het hiermee af aan Michael. Ja, bedankt voor de invitatie vandaag en ik vond het ook heel leuk. En ik denk dat deze uitzending een beetje helpt, een beetje reclame te maken voor jouw kanaal, Perry. Ja, dank je. Want het is halt, ja, ik vind het een beetje traurig. Ja, ik weet niet in het Nederlands. Droevig. Ja, droevig. Treurig. Dat jouw video's niet zoveel mensen zien. Ja, zo, dus is ook ook de reden want, voor mijn keuze dat ik jouw CSS-video op YouTube gemaakt heb. Ja. Misschien heb je daar ook een beetje wat van. En ja, ik wens u ja, alles beste voor de toekomst. En ik, ja, ik ben volgende keer, ik heb niet veel tijd. En vandaag heb ik heel veel, een beetje koud hier en allergie of zoiets. Maar ik vond het heel, heel goed en interessant. En ja, bedankt voor alles, Perry. En ja, dan tot volgende keer. Huh? Okidoki, daar hou ik je aan. Nou, dankjewel, Michael en Jörg. Het was mij ook een zeer groot vergenoegen. Nee, ik vond het erg leuk. En ik hoop jullie ook. Het is wel lekker, het was het even mijn feestje. We hebben het gehad over Bijbellezen en dat vind ik altijd geweldig. En Jörg en Michael van hartstikke bedankt. En voor jullie zeg ik dan helemaal op zijn hamburgers, heel traditioneel. Tjus en dag lieverds.